As Christmas, I give you my heart. But the very next day, you gave it away. Bonnie is verraden, lekker. Ik heb het ook al. Zit ik wel? It's my star. The jingle all the way. Hoi allemaal. Hoi allemaal, vandaag ben ik weer met een leuke nieuwe video. En met drie leuke gasten. Sander de Kort. Bradley Braafhart. En nog steeds. Steven Vechter. Vertel, Lois, wat gaan we doen? Tell me more, tell me more. Nee, hij is Lion King. Hij kent Chris niet. We hebben ook drie leuke kerstvideo's op Sander's kanaal. Dus dan moeten jullie even onthouden om na deze video door te klikken. In deze video gaan we in duo's knutselen! Oh my god! En ook nog leuke kerstvragen beantwoorden die jullie hebben gesteld. Wie wil er als eerste grabbelen? Ik. Oh, Lois, mag ik eens weer je muts grabbelen? Ja hoor, kom maar. Wat een diepe muts heb jij? Ik ga even niet jezelf trekken. Dat is mijn. Dat is Steven! Hey! Oh. Ja, we zitten al perfect. Maar we zijn wel gematcht, zie je dat? Oké, zullen we de cola? Nee, dat mag niet. Begrijpen, oh, hallo. Ik heb twee leuke dingen gehaald. Een kerstboom maken, spannend. Wow. En een ding inkleuren. Oh. Ik wilde eigenlijk een gingerbread house openen. Jou een ginger maken. Oh, gelukkig. Ja. Ik wilde die dus halen, die kon ik niet vinden. Dus dit is niet waar ze wel. Oké, jullie mogen uitvechten wie wat gaat doen. Oké. Ik wil deze doen, haha. Nou, ik wil een skill eruit. We gaan gewoon lekker knutselen. Oh, het is gewoon knutselen tegelijkertijd. Oh, ik dacht we gaan tegen elkaar strijden. Ja. Oh ja, het placement. Ja. Ah! Dan lijkt het nog echter om echt goed bezig te zijn. We moeten echt iets gaan doen. Maar we gaan dus eerst dit leuk knutselen. En daarna gaan we nog een soort kerstmanhuis maken. Dus oh, wat leuk. Must see that. Kerstmanhuis. Oké, okay, wat zit erin? Ah! Had ze plaats. Oh, dit is toch geen fair. Jullie moeten gewoon in de comments laten weten wie jullie het beste vinden. Dat is wel leuk. Wanneer zetten jullie die kerstboom op voor of na Sinterklaas? Wij zetten hem wel volgens mij voor. Ja? Volgens mij is het wel bij ons zeg maar Sinterklaas geweest. Oké, kerstboom. Maar wat vind je leuker, kerst of Sinterklaas? Kerst. Vroeger vond ik Sinterklaas leuker. Als je ouder wordt is kerst leuker. Omdat je dan... Dan hecht je meer waarde aan het samen zijn. Klopt. Dat doet de kerst. De kerstgedachte. Ik kan dit niet. Ik vraag me af, wat voor fucking verf is dit? Weet dat? Nou, het is doorschijnende verf. Je doet het beter dan ik. Ik ben echt aan het denken, hoe ga ik in godsnaam die dingen dus doen? Je mag voor mij vals spelen. Nee, Bradley Braafhart. Ik snap het. Maar jou is het veel duidelijker. Steven, wat? Huh? Bij jou zie je het gewoon niet. Nee. Vanaf wanneer mag je volgens jullie kerstmuziek luisteren? Vanaf december? Nee. November. November, eind november. Mijn verf werkt gewoon niet. Of het ligt gewoon aan jou. Je mag mijn verf van nakken. Ik weet niet of het ziet op camera, maar je ziet nee, niks dus. Kijk. Ik ben het nu alweer aan het verneuken. Ja, ik vind dit wel een heftige bezigheidstherapie hoor. Ik snap er niks van. Favoriet kerstnummer? Santa Tell Me. Yes, Christmas, I give you my heart. But the very next day, you gave it away. Okay. Ja, wat is jouw favoriet kerstnummer, Steven? Stroke him up, lick him up, suck him up. Kus. Die van Ariane is gewoon die. Mijn jam. Santa Tell Me! If you're really wat zeg jij tot Johnny? Oh, Bianca Ryan. Christmas is close. Bianca? Is Steven. New Year's Christmas, 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 every day. Zij is de winnares van het allereerste America's Got Talent. Sorry. Oh, deze is zo leuk. Is dat met dit? Wham. George Michael, die is dood. Yep. Is hij met kerst dood gegaan? Ja. Nee toch? Volgens mij wel. Ja, last Christmas. Toen was hij na kerst of tijdens kerst. Wat is jullie favoriete kerstfilm? Oh. Jingle All the Way, Jingle All the Way. Ja, maar Frozen is geen kerstfilm. Wie? The Home Alone. Ja, ja, dat vind ik wel. Dat is één filmpje. Jingle All the Way is met Arnold Schwarzenegger. I mean... Die is nu stomp te lelijk. Die staat op... Elf? Kennen we Elf? Ja. Nee. Nightmare Before Christmas is mijn favoriete kerstfilm. Met die met Jack Skellington. Is dat in die trein? Nee, dat is de Polar Express. Oh, die vind ik ook leuk. Die Hard. Die Hard is ook een kerstfilm. Ja, eerste. Die Hard is een kerstfilm? Ja, ja. Met Kevin Hart en zo. Nee. Dat is ook Die Hard. Die is fucking leuke film, ken je? Nee, geen relatie geloof. Ja, inderdaad. Wij schelen echt 5 jaar. Wat zei je vader? Wat zei je vader? Wat zei je vader? Pas op! Cheers! Waar is die andere lijn? Ja. Oh hier! Kijk man, je zat er gewoon op. Letterlijk ook.
Kijk nou wat ik gedaan heb. Dit ziet er toch goed uit. Heb je heeft zijn leven al voltooid. Ja, dit voor mij is gewoon echt niet oké. Okay. Ik dacht dat ik er wel iets beter in zou zijn. Ja, ik was vroeger heel goed in kunstzwemmen op de basisschool, maar dat merk dat nu een beetje tegen. Weet je wat heel ironisch is? Dat ik leraar basisschool ben en dat ik niet van kunstzwemmen. Waarom is kerst zo gezellig? Kerst is gezellig. Is kerst gezellig? Eten. Omdat je dan kan eten. Omdat je dan dicht bij oud en nieuw bent. Omdat je kerst... Wat vinden jullie leuker, uit eten gaan of thuis eten? Nou, ik heb oprecht dus een hekel aan gourmetten. En oprecht ook. Hoezo? Ik vind het niet duidelijk. Ja, luister. Omdat het, maar waarschijnlijk alleen maar omdat het standaard is, hè? Ook. En als je zo'n lap vlees in een pan gooit... Nee, maar dat... Ja. Is dat... Mag je... You don't understand. Dan nee, luister. Dan is het binnen 30 seconden klaar. Ja. En als je zo'n stukje vlees op een bakplaat gooit, duurt het 3 kwartier voordat dat klaar is. Dat het gaat erom, omdat je dan moet communiceren met elkaar, dat je moet wachten. Wij hebben thuis een pizza gourmet. Pizza retten, dat is leuk. Kijk nou wat ik gedaan heb. Hallo. Je hebt hem gewoon nagemaakt. Echt lelijk. Je hebt totaal geen eigen inspiratie hier. Nee. Nou, laat maar zo. Voelt zo stil. Dat is zo naar. Je moet nooit zeggen als iets stil is van, oh, het is echt heel ongemakkelijk. Het is echt heel stil. Ik zei niet dat het ongemakkelijk is. Nee, het is ongemakkelijk. Ja, maak het ongemakkelijk. Ben je nou aan het haten? Ja. God, sarcastisch. Oh, nou, moet ik wel. Wat staat er bovenaan je verlanglijstje? 20 euro. Vakantie. Een leven. Geld. Een Lamborghini. Tada, dit is mijn kunst. Oh, hij valt eraf. Zie je, het werkt niet. Hada! Ja, ik weet dus niet wat ik wil. Mijn moeder vroeg ook al. Wat heb je alles al in het leven? Tru. Ik hoef niks. Ik wil graag goedkopere huur. Oh ja! Ik wil een kind. Ik wil een miljoentje. Is dat is 1 miljoen meer als wat zij... Ik ben nu echt lekker aan het observeren hoe jullie goed bezig zijn. Zal ik er nu ook zo'n meester uitspraak doen? Hé, wat ben jij goed bezig? Zorg er wel voor dat je ook nog een kleur geel gebruikt, hè, Lois? Ja, wow, inderdaad. Ja, tot wanneer staat jullie kerstboom op? Volgend jaar donderdag. Echt te lang, inderdaad. Tot na nieuwjaar? Ja, dat wel. Ja, wij ook. Ja, sowieso. Je wilt hem zo lang mogelijk blijven laten staan. Meestal is het een week na nieuwjaar. Van als je moet opzetten, heb je er geen zin in. Ja, maar als je hem hebt opgezet, oh leuk, we laten nog even staan. Ja. Met wie vieren jullie kerst? Nee, ik vier het in de Efteling. Ja, echt? Ja. Fucking leuk! 1 december, niet 1 december. Eerste kerstdag in de Efteling. Dat is heel leuk. Eerst met gezin en dan de tweede kerstdag ga ik wel met een paar vriendinnen. Oh, dat is leuk. Oh, leuk. Wijn drinken op het terras. Oh, oh, leuk! Ik heb 2 huizen nu, dus ik naar moeder, naar vader en dan wordt op en neer. Zijn deze kerstdag gelopen? Echt slechts gewoon. I love it. Doen we het al? Hallo, are we back on track? Kijk even wat voor mooie kunstwerk ik gemaakt heb. Wow. Royce heeft dit gedaan. Zo. Kijk, ik ben wel geen meester, maar ik ben wel beter dingen versieren dan Bradley. Ik heb hem met verf en pikken. Ja, die vind ik wel een leuke touch, dat met het verf. Laten zien. Ja, kijk eens. Zo, ja. Met je tuts. Kunstzinnig bezig. Ja. Hey jongens, wel op weer. Is nog op. Je weet hoe vaak ik die vraag krijg. Why? Zo vaak, weet ik niet. Jongens, is hij klaar? Sorry. We hebben een... We zijn klaar met de eerste ronde. What a no. Diep teleurgesteld. Ik denk als ik hem optil dat alles naar beneden valt. Oh jee. Ik hoop het. Wow, maar die van jou is echt wel heel gepigmenteerd. Ja, echt hè. Wow, hij is dat te mooi. Ik had het echt niet verwacht. Ik vind wel dat Steven dus gewonnen heeft met de ster. Ja, maar ik vind wel ik dat... Ik heb emotioneel gebruik gemaakt van de strik in plaats van om boven te gaan. Kijk eens ik waar vind dat Sander heeft gewonnen met de kerstboom. Ja. We hadden geen winnaar, want het is gewoon gezellig. Niet. Nee, wel, het is wel gezellig. Wat gaan we nu doen, Lois? We gaan een kerstmanhuisje maken. Ik ben er geen druk op zetten, maar moet... Nee, Sander! Oh, dit is een mooi. Een kerstlichtje! Ja, toch? Net light. Gaan we winnen. Oké, oh! Oh, we gaan dit wel eventjes doen. Kunnen wij het maken? Nee. Zet aan de hand van een foto het huisje in elkaar. Ik snap het al. Door de voor- en achterkant in de zijkanten te haken. Ja. Dit is de kroon. Kerstdingen. Dat zijn de zijkanten van de huid. Ik ben niet de huid is. Oh, het lampje zit er al in. Kijk nou hoe mooi. Super gay. Hoe spot je daarmee? Dat vind ik echt niet leuk van de mensen die er zijn. Goed zo. Bedankt jongen. Nou jongens, we hebben de... Oh. Nou, godver. Alles gaat fout. Hier. Kijk. Ja, lekker BB. Brede waren. Kijk eens op hoe we bezig zijn. Tata. Ik ga nu die hekjes pakken. Want ja, als. Sander! Oh, wat erg. Oh, wat jammer. Wie zijn nou zo goed bezig? Ja. Niet hoor! Nee! Sander! Oh, maar niet uit. Echt waar. Nee, nee, niet. Huh? Hij heeft wel echt geen druk. Dit dan, weet je dat? Luke, I am your father. Oh, dat is een raam. Ja. Ah, oui! Lampje, maar waarom toch? Ja! Ja, zie je?
Hij doet het. Oh. Zie je nou te lullen of doet hij het echt? Wat ja, hoor, doet deze, het? Zie je het? Hey, Brett. Ja? Hoi. Ik ga het doen. Loot zo. Ik ga een scheet laten gaan. Hij doet het! Yeah. Kijk hoe mooi die is. Oh nee, hij zit los! Paniek! Steven! Mag nee. Ik hem los? Ah, dit is de raam. Ja, dat is wel de raam. De raam? Ik zit er. Tuut, zit in mijn cultuur. Dat is dus wel de deur, dit is de raam. Luister. We kunnen van die hekjes doen. Wat zeg ik? Ga maar. Er lag eindelijk een keer iemand om mijn grappen. Hallo, maar waarom hebben wij geen deur? Wat zijn dat allemaal voor incomplete pakketten? Hier. Niet. Hij is daar. Niet, dat is het geen glitters op. Jawel, daar. Ja. Maar daar. Ja. Oh, daar! Jij zou je bezig houden met het hek, Lois. Ja, maar ik ben bezig met de voordeur, dus... Oh, shitjes. Oh, fuck. Oh, god. God, god. Alles valt eruit. Zeg eens boom. 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 Zeg eens neus. Neus. Vader. Jacob. Ja, precies. Dat wou ik nog net niet zeggen. Wat? Ja, wie had dat? Steven en ik vinden dat het huisje klaar is. Zo. Misschien nou eens een keer op, man, met die huisjes. Ik wil gewoon eventjes... Kom, ik ga zater overheen spuiten. What the fuck? Pardon? Is het een glitter? Oh, pas op, alsjeblieft. Je moet altijd kinderen het altijd laten proberen en was het pas als het fout gaat, moet je ze corrigeren. Dit mogen de kijkers bepalen hoor, wie hier gewonnen heeft, want ik denk sowieso dat wij gewonnen hebben. Ja, we gaan allemaal maar zeggen dat jullie het zijn, maar... Sowieso gaan ze zeggen dat wij hebben gewonnen, want wij hebben fucking gewonnen. Ik ben klaar! Ik moet vanaf een flink glassen. Oh nee. Ja, dag. Sfeershots! Ja. Kijk, die van ons is verduiveld. Ik moet eerlijk zijn, ik vind ze allebei gewoon leuk. Ja, dit, ik vind dit meer, oprecht vind ik dit meer een lentehuis, omdat dit op een bloemetje lijkt. Bradley? Graag hard deze. Kom maar op één haar! Jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet op deze leuke mannen te klikken en zo. Laat even weten wie er gewonnen heeft. Ja, heel belangrijk. Bij sowieso. Ja, bij. Als je van ons stemt, krijg je een koekje. Like die video, laat een leuke reactie achter. En abonneer op Lois en op ons. Doei!